zit in groep 7 van de IGT-school. Wij hebben een machine bedacht die het testen tegen gaat. En wij gaan het jullie nu laten zien. Veel kijkplezier. Hey, Nutellapot. Jij hoort niet hier, jij hoort thuis in het riool als poep. Wat is er zo erg aan een donkere huidskleur? We willen het gewoon zeggen. Hoor je toch niks? Ik heb zojuist zo'n leuke foto gemaakt daar. Het is echt super gaaf. Een foto? Ja. Jij mag daar niet naartoe. Je bent veel te lelijk. Kom, we gaan. Zet nu uw bril op. Eeuw, wat zijn jullie lelijk. Gadverdamme. Jullie horen hier niet eens. Wat doen jullie hier? Idioten. Jullie zien er gewoon niet uit. Jullie horen in de riool. Zet nu uw bril af. Eigenlijk niet echt leuk. Nee. Zullen we ons excuus straks aanbieden? Ja. Het spijt ons. Snappen jullie nu hoe het is om gepest te worden? Jazeker. Jazeker. Spijt ons. Dit was onze video voor de antipestmachine. We hopen dat deze oplossing het pesten op straat stopt. Doei! Doei! Hallo en goedemiddag beste kijkers. Ik ben Andy. En ik ben Marleen. En wij zijn van de IGT School. De vooroordeel dat Marokkanen criminelen zijn is een groot probleem in Osdorp. In onze filmpje willen we duidelijk maken dat niet alle Marokkanen criminelen zijn. Help, help! Ja, met de politie. Hallo, ik ben net overvallen. Oké, ik kom er zo snel mogelijk aan. Wat is er gebeurd? Ik ben net overvallen door die Marokkaan. Hé, hey, Marokkaan, je bent aangehouden. Oh, dankjewel meneer. Kijk, we hebben al zoveel handtekeningen. Wow. Laten we naar de laatste deur gaan. Hé, hey, dat is hem. Dat is de verdachte. Ja. Kom, we nemen hem mee. Stop, dit is de verdachte. Is dit de echte verdachte? Oh ja, vergeten. Oké, ruilen. Het spijt ons dat we je beschuldigd hebben. Je hebt er zeker van geleerd. Je moet niet altijd de Marokkanen beschuldigen. Dat zullen we niet meer doen. Nooit meer. Als de kinderen in actie komen, kunnen we discriminatie in Osdorp stoppen. Dankjewel voor het kijken van deze video. Doei! Hoi allemaal. Ik ben Erva. En ik ben Snow. Van groep 7 van de IGT School. Wij hebben een filmpje gemaakt over een groot probleem, namelijk... Het pesten en discrimineren van iemands uiterlijk. Want daar kun je namelijk niks aan doen. Wij hebben hier een oplossing voor bedacht die heeft te maken met deze arbeid. Veel kijkplezier. Ha, zit jij hier nog steeds te lezen, stomme... Ah, oh, je stomme witte spook. Nee. Geef je niet meer ophouden. Het is niet normaal wat jullie doen, dat weet jullie wel, hè? Hé, hey, witte paard. Au, het is niet normaal, zeg. Hé, hey Erva, wat is er nou gebeurd? Nou, ze stonden daar alweer te pesten en toen hebben ze mijn boek afgepakt en nu ben ik die ook kwijt, alweer. Echt? Ja. Ha, dit is die witte spook weer. Jullie kunnen tegen één, maar niet tegen twee. Kunnen we wel. Au. Het is de derde keer dat jullie discriminatiearbeid afgaan gegaan is. Mee naar de brainwash. Heb de brainmachine. Opschieten. Als ze er straks uitkomen, zien ze geen verschimmeling tussen mensen. Oh, ik ben duizelig. Ja. Oh, ja. Ik zie geen verschil tussen hun alle drie. Als jullie niet gediscrimineerd hadden en als jullie wisten dat iedereen uniek is en dat het leuk is, dan waren jullie nu niet zo gestraft. Sorry, we zullen niet meer discrimineren en pesten. Sorry? Sorry. 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 We hopen dat jullie deze film leuk vonden en we hopen ook dat jullie niet gaan pesten en ook niet gaan discrimineren. Ook hopen we dat jullie de film leuk vonden. Doei! Doei! Ik ben Soraya. En ik behoor de 6e groep van de IGT School. Wij hebben een oplossing bedacht zodat kinderen met groepen stoppen met pesten. Veel kijkplezier. Hey, brilsmurfen. Tegen ons? Ja, tegen wie anders? Leutertjes. Meisje is echt raar. Ik heb je heus wel gehoord hoor. Oh, waar dacht je dat jullie heen gingen? Ik zal mijn vader waarschuwen. Hé, hey, de pestwoord gaat af. Mijn twee zonen worden gepest. Zaten jullie mijn zonen niet te pesten? Nee. Jullie begonnen ons met pesten en je wou hem schoppen. Heb je bewijs dan? Ik heb bewijs. Mijn pestwoord ging af. Jongens, laten we nou eerlijk zijn. En wij waren eigenlijk de pesters. Dus...
Laten we netjes sorry zeggen. Sorry. 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 Zullen we lekker samen gaan spelen? Ja, is goed. De pestwas is een handige app voor ouders, zodat ze hun kinderen meteen kunnen helpen als ze in nood zijn. En hopelijk dat jullie dat ook vonden. Doei! Doei!